Kijk nou zeg. De winter is er nog niet. Nou, dat is lekker. Kom ik met mijn goede ideeën, zeg. Eens kijken hoor, dan kan ik me eens even voorbereiden, want... Zapit. Two players, dus ik heb toch echt een tweede persoon nodig, dus ik hoop wel dat hij vanmiddag nog een keer komt. En dit is een spelletje. Het snelle reactielichtspel. Stuur snel het rode lichtje terug, alsmaar sneller en sneller. Als je mist, verlies je een punt. En als eerste tot vijf en je bent de winnaar. En dan staat achter. Echt spannend. Nou, dat moet dan nog wel blijken natuurlijk. Sorry. Ja, wat kom jij er dan allemaal? Ja, druk. Ja, het zal weer. Hey, goedemiddag jongen. Goedemiddag. Ja, sorry dat ik te laat ben, maar... Jeetje, ik dacht dat ik altijd te laat kwam. Ja, dat ook. Jij kan er ook wat van, zeg. Ja, ik denk, nou ja, 10 keer jij te laat, ik 1 keer. Ja, natuurlijk joh. Doe me gelijk aangelegd. Jij bent nu te laat, nou ben jij... Zo ben ik het. Ik heb hier, en ik heb je echt nodig, want het is voor, kijk, voor 2 spelers. Oh. 2 players, dus ja, ik kon het niet alleen doen. Zap it. Ik heb het niet uitgepakt, dat gaan we nu als eerste doen. De bedoeling is, blijkbaar, dat je hier een reactiespel, je moet waarschijnlijk ieder een ding pakken. Yeah. En je moet het rode lichtje op een of andere manier laten bewegen of terugkomen. Ik snap het ook niet precies. Er staat iets achterop. Gebruiksaanwijzing? Stuur snel het rode lichtje terug, alsmaar sneller en sneller. Als je mist, verlies je een punt. Als je als eerste tot 5 en je bent de winnaar. Echt spannend staat erbij. Oh, nou. We moeten dan nog maar even afwachten, neem ik aan. Dat bepalen we zelf wel, zullen we maar zeggen. En dan staat er nog hele kleine lettertjes onder. Bewaren ter informatie AUB. Waarom weet ik niet. Maar, nou. Hey, ik heb even schaam meegenomen, want dit is weer zo. Verpakking. Ja, dat blijft natuurlijk een probleem vaak. Maar goed, voor ons is dat allemaal niet zo erg, want jij maakt altijd wel weer iets origineels ervan, als het een beetje mee zit. Ja. Zo, nee, dat kunnen we altijd wel. Ik heb gelijk alles onmiddag geknipt, zoals je ziet. Ja, dit zijn echt dramatische verpakkingen. Pas maar op, een paar weken geleden heb je ook al een keer... Ja, maar weer gesneden, klopt, ja. Ja, letterlijk gaan, hè? Ja. Goed zo, zap it. Nou, dit vind ik altijd erg handig, moet ik zeggen. Ja. Ja? Hier zit een batterijtje in. En daar hebben ze dus een lipje tussen gedaan, zodat hij niet leeg kan lopen. En ga je hem gebruiken, hoef je alleen maar uit te trekken. En het gaat werken. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Weet jij het? Kijk hoor, geen idee nog. Nee. Nou, hoe wil je dat weten? Brandt er al een lichtje? Dan nog een lichtje. Nog een lichtje? Het is niet zo heel stabiel. Moet je het gewoon zo een beetje aanstaan. Ja, dat volgens mij. Maar alleen gebeurt er niks. Is dat bijzonder of is dat de bedoeling ook? Staat er nog een knopje aan? Nee, er zit geen knopje. Er zit niks anders op dan dit. Het is een... Zap it. Er staat alleen nog verder. Bewaren ter informatie, alstublieft. Ja. Goed. Moet je hem langer beet houden? Een paar seconden? Geen idee, ik hou hem nu even een paar seconden beet. 2, 3, 4. En wat ja zeg. Ja, ik wil er best wel mee spelen met jou. Ik had een spelletje graag willen doen, maar... Nou ja, ik had al weinig tijd. Volgens mij wordt het een hele korte uitzending. Nee. We gaan even kijken of we hem niet aan de praat kunnen krijgen. Want dit is wat al te gek voor woorden. Het is niet geschikt van 0 tot 3, dus wat dat betreft... Hey! Ho! Wat was de bedoeling? Alle 2 indrukken. Allebei, en dan? Oké, allebei. En dan? Oh, kijk. En dan? Zap it. Allebei indrukken. Ja. Huh? Nou, het is voor mij nog volledig akakadabra. En nu? Oh, dit is natuurlijk... Als het lampje komt, wie het eerste belt. Wie het eerste drukt. Oh, zou dat het zijn? Even overnieuw dan. Ja, jij staat met 4.0 voor. Huh? Ja, of is het juist tegen? Tegen, dat zal tegen zijn. Twee punten. Nou, eerlijk gezegd, ontgapen dit volledig. Ik ben blij dat ik dit niet gekregen heb voor mijn verjaardag. Ontslagen onbegrijpelijk, Martin. Tja, dat is het zeer zeker. Ik dacht echt, dan heb ik iets leuks. Dit is een leuk kleine geitje. Ik weet niet wat je reactiespelletje. Doe een kaart bij je mailing en snel reageren. En ja. Je hebt een prima premium erbij. Maar zo reageren ze nooit, hoor. Nee, dit is een drama. Ja, of wij zijn zo dom hoor, dat kan best zijn. Ja, oké, maar had er op zijn minst een goede gebruiksaanwijzing bij moeten zitten. Ja, daar staat echt helemaal niks in gewoon. Echt helemaal niks. Stuur het rode lichtje terug. Ja, en dan? Stuur het rode lichtje terug.
Nou, wat moet je dan terugsturen? Maar dat moet dan toch over de weer gaan? Maar ik kan hem niet terugsturen zo. Nee, er valt niks terug te sturen. Hij gaat niet terug dan. Je zou zeggen, als jij dan weer drukt, dat jij hem dan weer terug kan sturen. Maar hij blijft ook op deze kant. Deze lampje heb ik nog nooit zien branden. Nee, misschien als we langzaam door lopen. Ja, leuk. En dan? Nou, hij reageert wel enthousiast, maar... Ja, maar dat is maar de ene kant die had. Even deze kant zo. Ja, zie ik nou druk als eerste? Nee, nou ga ik als eerste druk. Even wachten. Even niks doen. Nee, hij blijft bij jou tellen gewoon. Nou, ik had al niet zoveel tijd. Nee. Dat is helemaal niet erg. Ik hoop dat jij volgende week wat beter nieuws te vertellen. Ik heb ook niet zoveel tijd, want ik moet nodig op zoek naar een nieuw artikel volgende week. Want ja, dit is niet ik zou het maar nou gaan doen, want... Nee. Zap it dit is het wordt, niet. Nee, zap. Doeg! Zap it. Ja, joh, groet hè. Zap it. Weet je wat wij dat noemen? Dump it.